catch you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna catch you one more time. I really wanna cross the line. Hallo, makkers van het A. Zo, die muziek staat wel erg hard. Hallo makkers van het goede leven. Oké, daar zijn we. Ik weet niet waarom mijn game niet... Ja, mijn game staat opeens op windowed troep. Doen we gewoon even zo. Top. In ieder geval... hallo Jordi, hallo Dracules, Giovanni, Mikey, Stream Elements. Wat zou ik gezegd goed bij. Hallo Snipes, hallo Wesley, hallo B-Power. Oké. Wat is de item shop? Dat wil ik eerst even weten. Nieuw stijl. Oh! Oké. Apart. Vind ik een beetje lelijk. Maar oké. Sure, Red Knight is roker. Oké. Geen probleem. Wat we gaan doen, jongens. Ik zet de party weer op openbaar. Jullie kunnen allemaal gewoon weer joinen. Ik heb de genoemde leder en deze nog niet. Hallo, Julian. Tot jij er ook bij bent. Sorry dat ik laatst het minder er ben. Het komt door school. Ik zei 4 uur moet echt gaan ophalen. Komt goed, man. Hallo Thomas, tof dat je erbij bent. Hallo Lara, welkom erbij. Geen probleem hoor, B-Power. In ieder geval tot dat je er weer bij bent. Hallo Koekje. Ah joh, Dracuus, dat maakt niet heel erg uit, man. Dat maakt niet uit. Hallo Lovely JD, welkom bij de stream. Ik weet niet waarom, maar mijn... Zo weer goed. Top. Hallo Milan, welkom bij de stream. Ik kan niet meedoen, want ik moet zo eten en daarna heb ik training. Succes Wesley met de training, dat sowieso. Hij staat openbaar. Ik knal hem even open. We spelen gelijk een skin battles. Nee hoor Thomas. Is goed Dani, succes met je arena potje. Eerlijk is eerlijk, ik vind deze Night Slicer echt 10 keer beter dan deze. Want de Exeroni... Very nice. Want je hebt deze. Deze is toch veel gaver. Oké, dude. Ik heb je geaccepteerd. Hallo Fijn, welkom bij de stream. En iemand die liefst. Hey, je doet nu echt heel vaak skin battles. Ja, dat klopt Bas. Dat komt eigenlijk gewoon omdat ik gewoon tijd... Mijn tijd, ik heb wat... Laat ik het zo zeggen. In skin battles hoef ik nooit te wachten. Customs wacht ik vaak nog kwartier voordat de volgende game begint. En dan speel ik weer 5 minuten. Dat begint na het jaartje wat te vervelen. Hallo Alan, welkom bij de stream. Ik ga boxfight spelen, dus ik ga weer later. Oh, oké, later Cookie. Hoe gaat hij ermee, Alan? Oh, iemand leave hier. Jongens, als je joint, leave niet. Ik zet even op friends only. Want anders wordt verschrikkelijk. Het nieuw rooster moet 3 keer tot 8e. Ik moet 3 keer tot 9e. Dus. Ja. Als je trouwens klaar bent, ready up. Oh, ik had dat ook hoor. Bas, dat ja. Kan je joinen? Kan je niet vinden. Refresh dan even je game, zou zeggen. Als het niet werkt, dat is heel stom, maar... als je ready bent, ready up. Ik ga hem zo meteen trouwens op private zetten. Dan kan je niet meer leave of joinen. Voor vertraging zit de stream zo'n 5 seconden. Ligt eraan ook per persoon hoe lang... Hoe ver je achterloopt, hè? Kijk, dat is wel lekker, Wesley. Ik had vandaag geen school. Ik heb dus thuis gewoon even aan school gewerkt. Hey Colin, hoe gaat ie ermee, man? Tof dat je bij de stream bent. Oh ja, trouwens guys, wat vonden jullie van de aflevering die gisteren online kwam van Planet Coaster? En hebben jullie een beetje zin in zondag? Dan komt de allereerste... dan komt de allereerste vierste mod weer van mij uit. Nee, ik ook niet, Lara. Lekker toch? Hello there.
Obi-Wan, die zo naar beneden komt. Hello there. Hey Keanu, hey Mikey. Hallo Rick, I'm a friend. Yes, dat kan ik zeker. Ik gooi hem nu even op private, dat jullie niet kunnen joinen. Volgende keer. Oh my, wat is dit nou weer? Weer een hele nieuwe lobby. Ik vind het niet erg, maar... Kijk, dat is leuk. Hoe moet je bijvoorbeeld een Be Right Back screen er neerzetten? Dit is de verkeerde. Lief. lief. Iedereen even lieven, dan gooien we hem nog even open. Dit is de Wie is de Mol map. dat is niet oké. Okay. Ik zet hem even open. Jullie mogen nog even... Dat is de Wie is de Mol map. Dat waren spoilers. Nee, vandaag even niet. Ik heb maar 2 uurtjes de tijd, Snipes. Dus hij staat weer open. Join nog als je mee wilt doen. En dat was de Wie is de Mol map. Sneak peeks, kap... Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hopelijk is iedereen eruit gegooid, want dit is niet de bedoeling. Skin battle map. Set portal. Oké, ik wacht nog eventjes. Oké, ik ga hem nu weer private zetten. Plop. Ja, nee, ik heb hem nu ook veranderd. Dus is gelukt. Oké, jullie moeten even door team 1 blijven. Hallo Boxy Monkey, welkom bij de stream. Geen probleem, B-Power. Is andere keer is ook helemaal goed, joh. Ik heb een beetje het gevoel alsof deze een beetje ongelooflijk nutteloos zijn. Dus die halen we even weg. En dan gaan we zo meteen beginnen. Join even mijn eiland en dan kan je meedoen. Wil je dan een keer helpen, Mika? Hoeft niet vandaag, hoor. Ja, dat moet je even in Discord gooien. Want ik ga niet... Klinkt heel stom. Maar ik ga niet... Hoe heet het? Ik ga niet nu op stream helpen. Als dat virus in België en Nederland komt, is het nog school of zo? Ligt eraan. Ja, ik denk dat het gewoon school is. Want als dat virus er is en ze weten het, zullen ze de mensen die dat virus hebben isoleren van de rest. Dus kan je gewoon naar school. Ah, dat is jammer. Snipes. Maar in ieder geval, als je de skin maar doorkomt. Ik zie wel een paar dope skins hoor, eerlijk is eerlijk. Hallo Banana Nick. Top dat je erbij bent. Yo, sorry dat ik zo later ben. Ik heb persoonlijk er geweest. Ook omdat ik heel druk had met school, waardoor ik niet bij stream zou gaan. Geen probleem, Sjoerd. In ieder geval, tot dat je weer erbij bent. Dus ik wacht nog even 1 minuut en dan als iedereen er is, dan kunnen we eindelijk gaan beginnen. Is trouwens de muziek hard genoeg voor jullie? Hey Mikey, tot hier erbij mijn man. Later Bas, eet smakelijk. We hebben nog geen school eerlijk gezegd. Nee, maar het virus kan zich niet zomaar poef opkomen. Dat moet door verspreiding komen. Dus bijvoorbeeld handen schudden. Bijvoorbeeld door het hoesten en niezen van mensen. Maar ook gewoon dat jij iets aanraakt. Iemand bijvoorbeeld die hoest in zijn handen, raakt een deurknop aan. Jij raakt dat ook aan en jij zit vervolgens aan je gezicht. Dan krijg je ook het virus. Kans erop dan. Dus zo werkt dat virus. Is niet zo eng. En trust me, heb jij gewoon een goed immuunsysteem? Dus ben je niet ziek en ben je gewoon... Ik verwacht dat jullie allemaal wel redelijk jong zijn. Dan moet het goed komen hoor. Je bent gewoon erg ziek. Dus maar na een weekje dan voel je wel weer beter. Ik invite niemand man, maar ik zal je wel accepteren. Ik ga nu echt eventjes hem op start game drukken, want het duurt me te lang. Hallo Paula, we spelen... Hoe heet dat nou weer? Skin Battles, dat was het. Banana Nick, je moet even mij een friend invite sturen. Ik stuur niemand friend invites, want ja, heel eerlijk gezegd, mij boeit het niet of mensen nou meedoen of niet. Maar je mag altijd meedoen. Dus stuur me even een friend invite, uitroepteken heb ik in de chat. En ik zal je accepteren en dan kan je gewoon joinen dadelijk zodra de party open staat. Dus jullie, echt heel veel mensen mondkapje aan doen. Dat is nog stom zelfs. Want het ding is, als jij een mondkapje draagt, vaak zit je met je handen dan aan je gezicht omdat het gewoon warm is. Word je alsnog ziek. Dus mondkapje slaat nergens op. Oké.
I like this one. Wil je party op open public? Doe ik zo meteen weer. We gaan even deze game afmaken en dan... Dan kan je weer joinen. Oh, I like those blades though. Oké. Deze is dope. Gaaf. En de laatste. Oké. Nou ga ik toch eventjes een paar eruit halen die ik wat minder vind. En dat komt toch omdat ik ze gewoon aardig vaak zie. Het spijt me, de rest mag even doorlopen. Normaal gezien zouden ze doorkomen, maar ik vind eigenlijk al deze skins best wel leuk. Dus we hebben weinig man, dus ik moet er een paar uitschieten. Jullie mogen even jullie rap laten zien. Ga zitten. Oké. Hè? Was deze rap nou? Oké, ja, ik zie welke rap het is. Spijt me. We hadden toch wel meer personen. Ben je nou gek? Oké, jullie twee dan. Yo, Sam! Tot dat je bij de stream bent, man. Ik invite niemand, Banana Nick, laatste keer. Je moet even mijn invite sturen. Het gaat tussen hun twee. De private, die staat nu op private, Nick. Dadelijk, na de potje, dan gaat hij weer public. En dan kan je gewoon joinen. Sorry, man. Ik vind die andere toch net iets leuker. Ah, Colin. Hij mag op het krukje gaan zitten. Dan mag hij zijn dansje doen. En dan is het tijd voor destruction. JD heeft gewonnen. Nice skin, man. Ik hou wel van die skin. Ik vind hem leuk. Oh, oké. Ik lief even deze party. Jullie moeten even opnieuw joinen. Hij staat gewoon op openbaar. Jullie kunnen gewoon joinen. Hallo Shannon, welkom bij de stream. Joinen! Ja, kijk, nu loopt hij lekker vol. Zie ik er allemaal in zitten. Lakitor, Colin. Maxis, Enzo, Nol, Alan. JG, Snipes, Sjoerd zie ik erin zitten. We hebben nog twee plekjes. Dus wil je meedoen? Join nog even. We houden hem even open. Hallo, Kia, VD. Welkom bij de stream. Ik ga misschien ook Planet Coaster halen. Lijkt me een best leuke game. Het is zeker een leuke game. We hebben nog één plekje. Dus als je mee wil doen, join gewoon gezellig. Maak een leuke skin. Je mag even aanpassen. Je hebt tijd genoeg. En dat is... Hebben we nou de laatste? Join de laatste nog of niet? Ik haat als mensen me niet sparen. Hoe bedoel je? Ik accepteer deze twee invites nog even en dan knal ik weer private, want we zitten vol. Dus als je ready bent, ga ready. Ik kan niet joinen. Ja, nu is mijn party dicht, maar hij zit ook vol. Dus je kan deze ronde niet joinen, zit je er niet in? Wacht even 10 minuutjes. Hooguit. Want vaak duurt het niet zo lang, zo'n potje. Mijn epic. Uitopteken epic in de chat, je bos. Dan krijg je mijn epic en dan... Zal ik je accepteren zometeen. Mijn epic is hetzelfde namelijk als mijn YouTube naam. Dus je kan ook gewoon M'n Cookie Gamer overtypen. Ik werd uit de party gejiet. Nee, dat is jammer. Maar lijkt me op eerste oog best wel leuk. Het is Planet Coaster is een game die waar je van moet houden hoor. Oh. Iedereen moet eventjes opnieuw ready gaan. Dan moet het wel weer lukken. Ik kan gewoon even gebeuren. Het kost nu volgens mij iets van €40. Ik kan even voor je kijken, maar ik heb hem met korting gekocht. Tijdens kerst. Ik speel het al een tijdje. Dat had je misschien kunnen zien. Maar ja, ik... ja...
Even kijken hoor. Dat laat even en dan de laatste even ready. Je kan het cracken. Ja, oké, okay, luister. Als mensen niet ready gaan, dan ga ik mensen gewoon kicken, oké? Okay? We blijven het gewoon even proberen. Ga gewoon ready. Ja, het is best wel duur hoor. Maar ja, het cracken ervan kan je ook doen. Ik doe dat liever niet, want dan kan je niet online shit downloaden. Op Steam in ieder geval. Dus dan heb je al heel veel limitations. Hallo Quinten, welkom bij de stream. Kijk, nu gaan we er lekker in. Nou, top. Hoe gaat hij ermee, Quinten? Want ik kan nu bijvoorbeeld allemaal glijbanen van met water, waterglijbanen, weet je, zo met zo'n bootje. En ik kan al dat soort dingen gewoon downloaden in Steam. Dus waar allemaal hun mensen hun eigen dingen maken. Dat kan ik allemaal doen. Maar ja. Wanneer weer is de mod voor jou en hoe laat? Sneller tot ik het vraagt. Zondag om 4 uur. Dus dat is aankomende zondag 4 uur. Hallo Jessny Kaas, welkom bij de stream. En hallo Aster, tot dat jij er ook bij bent. Ja, nee, ik zal even iedereen ook even accepteren. Maar als je er nog niet in zit, je moet nog even loaden. Geen probleem, we wachten altijd eventjes. Dus als je ready bent, kom gewoon even hier staan. Dan kan ik jullie ook even tellen. En dan weet ik wel of we al genoeg mensen hebben of niet. Ja, zondag wil ik ook weer gaan opnemen. Dus als jullie dan... er zijn een paar mensen die sowieso mee mochten doen, maar... Gewoon, kom in de Discord en dan ga ik gewoon weer een paar mensen erbij halen. Dan nemen we op. Maar ik ga dus ook komende tijd ergens nog weer de map even uitbreiden. Grotere map dan komende aflevering. Dus de week erop wordt alleen maar leuker. Dus iedere aflevering wordt steeds spectaculair en steeds leuker. En uiteindelijk de finale, er komt een leuk speciaal iets. Maar ja, het gaat leuk worden zondag. Het is een, laat ik zo zeggen, één ding wat ik wel kan vertellen, het was een snel potje. Dus het is geen saai uurlange aflevering. Als het saai wordt, is het eigenlijk nooit echt, maar... het is geen uur aflevering zoals bijvoorbeeld de vorige dat bijna werd. Als ik het niet hard had geëdit, want ik had ook echt heel veel moeten bewerken. Schiet wel op, Nick. Wat wil je doen naar mij in de aflevering zondag? Degene die ik nog weet waren Jesse, Dracu Snipes. Zo, Koekje deed mee. Ik weet. Ik weet ze allemaal niet uit mijn hoofd. Er zijn ook heel veel namen die ik gewoon niet weet, maar ik weet wel wie dat zijn. Klinkt dom, maar die hebben gewoon irritante namen. Hallo Sander, top dat je erbij bent. En Milan, ik kom zo even terug op dat verhaal, maar ik zou het echt niet weten. Het was very fast. Ja, het was volgens mij maar een half uur opname. Dus de video gaat maar zo'n 20 minuten duren. Ik hoef er amper wat uit te gaan knippen. Het is bij mij gewoon een hele lange stilte nu knippen. En ik heb al een video. Normaal knip ik dan ook nog wel hele saaie stukjes eruit. Maar nu is er weinig saaies. Want iedereen maakt snel beslissingen. En daar was ik op zich wel blij mee. Want ik heb geen zin om een 4 uur lange opname te hoeven bewerken. Sample, ja, die deed ook nog mee, die had zo'n naam, weet je, dat onthoud ik gewoon niet. Revi deed mee, met zijn 5 uur lang opstarten. Ik denk dat iedereen er wel is. Ja, Villager Memes deed ook mee, klopt. We gaan hem starten. Nee, de helft, er was ook een helft die redelijk stil was. En twee waren erg stil. Maar over het algemeen praat iedereen wel gewoon. Ja, nee, maar echt. Hij deed er echt heel team lang over. Skilldead, ja, die deed ook nog mee. Zondag om 4 uur, Milan. Jullie hebben er heel veel zin in. En als jullie ook een andere leuke serie... Eentje van jullie gaat gewoon eventjes daarheen. Ja, move it. Top, dankjewel. Ga move. Oké, we gaan even bekijken. Oké. Ja, deze kennen we al, deze combinatie. Blijft leuk. Oké, gaaf. Deze hebben we net ook gezien. Die wil er weer doorheen komen. Wat is dat nou, dat Duitse... Oké, dude. Oké. Welke pickaxe heb je? Even een beetje bewegen zo. Ja,
Oké, okay, gewoon de witte variant. Jij ook. Oké. Okay. Kom dadelijk in mijn mokkles. Doe je ook interviewen van de kandidaten in het begin? Dat wilde ik dus misschien doen, maar ik ga wel een leuk introotje maken. Maar er staan namen boven iedereen hun hoofd, dus dan komt het wel, dan komt het wel goed. En je komt langzamerhand ook wel achter wie wie is hoor, dat is niet zo heel lastig. Door de game heen weet je wat wie er wat zegt. Oké. Deze vind ik dope, deze vind ik daadwerkelijk, die wil ik echt door, dus... die vond ik heel gaaf. Niet helemaal van die en die. Spijt me. Ja, die vind ik gewoon super gaaf. Het spijt me voor die, maar die hebben we al heel veel gezien. Er zitten heel veel gave skins. Dus jullie zijn goed, guys. Zondag, 4 uur, komt Wie is de Mol online. En als jullie een leuke video willen zien... er is gisteren een video online gekomen van Planet Coaster. Super tof geworden. Heel veel mensen waren super positief. Dus aflevering 2 komt er gewoon aan... Sorry, maar die rap past er niet zo lekker bij. Oké. Die kan op zich nog wel. Ik moet er toch een paar mensen uit gaan halen dan. Dan ga ik toch een paar mensen die ook met hun skin dan net niet voor mij het doen. Het spijt me. Hallo, yo, Rick, welkom bij de stream. Dankjewel, Sam. Heel erg bedankt. Dat waardeer ik. Oké. Ja, deze vier mensen die heb ik doorgelaten. Dat klopt. Oké. Welke heb jij? Oké, sorry, snipes. De glider. Ik vond hem best wel gaaf, maar ik... Glider is dat. Oké, Sorry, Mathieu. Als ik toch tussen deze twee moet kiezen, ga ik toch voor... Door de rap en de glider... Door de rap en de pickaxe vond ik deze super gaaf. Ben ik serieus? Ik vind deze echt dope. Mijn kleur past erbij op mijn skin. Ja, klopt. Maar ik heb even toch wat skins die ik nog wat leuker vond. Toen ik uiteindelijk mensen begon te schieten die niet echt bij elkaar pasten. Toen werd het al moeilijk hoor. Ik vind deze ronde was moeilijk. Moet ik toegeven. Ah, Leo! Maar ja, alsnog. Hey, Stefan. Tot dat je erbij bent. Kun je me accepteren? Zeker kan ik dat. Als het goed is, ben jij dit dan? Dunkey King. Ik lief deze party. Hij staat op private, als het goed is. Ja. Ik zet hem dus over 10 seconden openbaar. Hallo Shanna, welkom bij de stream. Welkom terug. Weer tweede geworden. Hij... Tweede is beter dan achtste bijvoorbeeld, hè. Oké. Hoe lang ben je live? Maar 2 uurtjes in totaal. Ik heb vandaag niet super veel tijd. Morgen wat meer. Friends only. Over 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, en dan staat open. Join the guys. Quinten, ik ga naar het ziekenhuis. Bye. Hey, succes in het ziekenhuis. Of sterkte als je het met jou te maken heeft. Ja, die ken ik, Jano. Leuk filmpje. We hebben nog 5 plekjes. Je kan snel joinen. Nummer 2, 3, 1. Nog 1 plekje. Dan zitten we vol. Party fight sturen. Kijk, ik heb al aardige party. Kijk, als we hier joinen op parties. Ik heb aardig wat invites al, dus dat je invites zit is niet erg. Rumble custom. Sorry Sander, vandaag geen custom. Misschien morgen. Je kan volgende ronde gewoon meedoen, Nina. Komt goed. Hallo Stef. Totdat je bij de stream bent. Hoe gaat hij ermee vandaag? Kun je me accepteren nu? Ik kan je zeker accepteren. Als jij pool 1, 2, 3 bent, heb ik je geaccepteerd, Brian. Totdat je even mijn invite stuurt. Dat is nice. Als jullie klaar zijn, ready up. Dan gaan we weer een leuk skin battle potje doen.
Klinkt raar, skin battle potje. Ik ga save the world. Succes in save the world. Wel winnen van die husks, hè. Ik heb het zo lang niet gedaan. Ah, dat is lekker, Stef. En opeens stopt mijn hele muziek. Plop. Ik weet niet waarom, ik vind het nog steeds leuk. Mika zegt, nee. Ja, wat is er met je? Easy, ja toch. Welk power level ben je dan, Sander? Hallo Giro, welkom bij de stream. Kan ik meedoen? Tuurlijk Mika. Als je mij als vriend hebt, volgens mij wel, kan je volgende ronde gewoon weer joinen in mijn party. Deze ronde zit wel vol, dus ik zet hem ook even op private, dat niet dadelijk iemand gaat joinen tijdens de game. Monty, ook geaccepteerd. Ja. Ik heb je als goed is ik heb je als goed is geaccepteerd al. Als je die Monty bent, met een paar letters, ik weet niet precies welke dat waren, dan heb je geaccepteerd. Hoe gaat hij mee, Giro? Sorry man, ik doe geen 1v1's. Ik ben niet zo heel goed in dit spel, eerlijk is eerlijk. Ja, ik heb dus een paar mensen die mee mogen doen in de... Wie is de mol? Moet ik even kijken waar die staat. Ik had het opgeschreven. Even kijken. Ja, hier staan ze. Ik had Mathieu, Nina en Jean. Die drie mochten meedoen sowieso. Ja, ik weet niet wie dat is, Circus. Ik heb het wel gehoord. Ik weet al dat hij erin zit. Maar ik weet niet eens wie, van welke game en wie dat is. Maar het zal wel... Is goed, Nina. Succes. Sam, dat kan. Stuur me een invite. En dan zal ik je accepteren. Uitroepteken Epic als je mijn Epic wilt weten. Mijn Epic is exact hetzelfde als mijn YouTube naam. Maar ik kan aimen, Mika. En dat is denk ik waar mijn... Oké, ik kan de laatste even ready gaan. Ik kan kijken wie dat is, dus... kan... Alio ready gaan. Ah, de volgende keer kan ik gewoon lekker meedoen, Sam. Ik ga iets van 5, 6 afleveringen ervan maken. Dus komt helemaal goed. En daarna, na Wie is de Mol, heb ik een hele leuke minigame. Die ook van Minecraft. Die ik ook van Minecraft nu wel heb. Echt bijna ga puur kopiëren. Dus dat wordt super leuk. Teun Striker, tuurlijk. Als je mij een invite stuurt, zal ik je gewoon accepteren. Lekker, Colin. Oh, nee, Alan. Dankjewel, Rick. Dankjewel. Weet je wie dat kan belonen, joh, Rick? Duimpje, hè? Nee, maar al heel erg bedankt voor degene die al 25 personen die geliked hebben. Al heel erg bedankt. En voor de mensen die al geabonneerd zijn, maar die hadden een abonnement op privé. Ook bedankt. Zijn niet in beeld gekomen. Maar alsnog heel erg bedankt. Januari is een poepmaand en zeker nu, aangezien niemand games heeft om te spelen. Dus het is eventjes een moeilijke tijd om doorheen te komen, maar komt goed. Hallo Banaan en ik, welkom terug. Ja, met mij lekker, Ayua. Met jou? Ik zal je even accepteren. Ik heb Teun Power en Sammy, die heb ik allebei geaccepteerd nu. Like nummer 26, ben er net. Lekker hoor. Doet de cookiebot het nog? Nou, we hebben nu gewoon nog steeds dezelfde als eerst. De cookiebot is daadwerkelijk gewoon gekilled. Dit nummertje heet Stronger by Lemon Fight en Jessica Reynoso. Of gewoon zoek op gewoon Lemon Fight Stronger. Yo IT, tof dat je erbij bent. Ja, als je ja, volgens mij gewoon als vriend join dadelijk gewoon de party als ik openbaar ga. Ik heb benieuwd de bot doet op full trust hier. 34% toch? Pilot. Iedere keer als je dat zegt, dan denk ik aan Bled. Ik weet niet waarom. Stoek een Bled. misschien moet dat mijn favoriete karakter maar worden. Ja, procent. Oké. Okay. Ik ben morgen om 10:30 uit. Ja, ik heb morgen weer vrij, maar ik moet morgen eventjes een beetje aan, weer aan het scholen werken. En dan ga ik gewoon weer lekker een beetje gamen. Wees ik het zo, je bent de leerling. Ik ga even... Dat zijn grappen die... dat is duister humor. Oh, goed. Hoeveel minuten is bij jullie één lesuur? Bij mij 3 kwartier. Dus 45 minuten is een lesuur.
Ja, ik heb eigenlijk een best wel chill... Oké, dude. Deze gaan we even skippen. Ik vind dit zo'n shit nummer. Nu we dat nummer hebben gehad, moet ik eventjes dit nummer hebben. Dit nummer is zo goed. Nou, mijn video is niet voor kinderen per se gemaakt, dus dat mag ik gewoon zeggen. Sorry, maar dit is echt, dit is mijn jam nu. Zal je daar mijn jam ook wel opzetten, die ik ook heel tof vind. Zit iedereen erin? Ik moet trouwens nog even team switchen, dat is wel een goeie. Ja, ik ook niet, Giro. Hey NC, welkom bij de stream. Hoe gaat het hiermee vandaag? Kijk, dit zijn wel lekker veel mainsjes. Allemaal gezellig. Ja, van de NCS-nummertjes, zei Jacuz. Ik luister geen NCS in mijn vrije tijd, maar er is een soort van... Je hebt dit aantal normale nummers en dit is wat je daadwerkelijk mag gebruiken op YouTube. Dus ja. Deze game natuurlijk is goed, man. Mijn pauze is 45 minuten. Ik heb een pauze van een half uur, als het goed is, en 20 minuten. Ja, ik heb niet echt een favoriet nummer of zo. Maar van mijn NCS zijn het er maar een paar, dus heb ik wel twee die ik leuk vind. Wat zit er nou in? Ziet er ook wel dope uit, eerlijk is eerlijk. Nee, Nederlandse rap vind ik verschrikkelijk. Mijn mening, hè. Ik vind dat verschrikkelijk. Sorry dat ik het zeg, maar ik kan niet luisteren naar al die zooi. Dat kan ik gewoon niet. Daar ben ik niet toe in staat. Dat is voor mij gewoon even too much. Ik ben 15 ZCWZZ. Ik noem je gewoon even Z, oké? Want anders wordt het wel een heel moeilijk uitspreken. Ja, bij mij ook, Ayua. Drie kwartier. Ja, 50 minuten of drie kwartier. Je hebt altijd gewoon een aantal uur wat je op school zit per week. Dus ik vind totaal, dus het maakt daar helemaal niet veel uit. Oké. In ieder geval dan ben je verplicht in Nederland. Oké, dezelfde. I like this one. Oké. Nou, jullie weten het, jongens, hè. Wat gebeurt er met tier 100? Laat het even weten in de chat. Oké, ja, ik zal je even accepteren. Ik heb je, als het goed is, geaccepteerd nu, IT. Jullie weten wat er gaat gebeuren met tier 100, hè. Al moet ik toegeven, deze tier 100 vind ik wel dope. Oké. Die vind ik wel dope. dood. Oh, jullie weten het. Die 100 leven. Nee. Die laat ik wel leven, puur omdat die gewoon anders is dan al die standaard blauw. Als ik heel eerlijk ben, deze vind ik oprecht nog best wel gaaf. Ik weet niet waarom, maar deze vind ik echt oprecht nog super gaaf. Ik vind die kleuren gewoon dope. I like this one. Je hebt een pluspuntje bij mij. Sorry, Dunkie King. Ik zie die heel vaak. Die vind ik gewoon, die wil ik nog eventjes doorlaten. De rest laat ik even door. Ik wil jullie zien. Weet ik, Shannon. Maar omdat deze dus een andere versie van de tier 100 is. En eigenlijk die ik nog niet heb gezien. Letterlijk niet heb gezien. Vind ik die interessant. Ik wil het even uitkijken. De tier 100 is een set. Ik weet het. Oké. Maar... Oké, dude. Kijk, dit is dus... Dit kan. Oprecht. Deze tier 100. Ik weet het, jongens. Oprecht. Dit vind ik nog een hele gave set ook. En ik vind de tier 100 zelf niet lelijk. Maar ik vind die blauw met zwarte edities ongelooflijk lelijk. Maar deze vind ik gewoon dope. Ik hou hem even tot de gliders, oké? Okay? Ik vind zijn skin gewoon dope, dus die laat ik nog eventjes erin. Ik heb die al heel veel gezien, sorry Mathieu. Die heb ik vandaag al gezien namelijk. Haal ik die er ook uit en dan... Die haal ik eruit. Sorry Colin, de rest mag doorlopen.
Nee, Refi. Ik heb altijd gezegd, de standaard tier 100. Nou, de tier 100, maar ik laat hem. Ja, oké, okay, sorry, die past er niet bij. Ik ben scheef, jongen. Oké, jongens, jullie mogen het. Jullie mogen kiezen, links of rechts. Willen jullie dus, laat ik zeggen, de witte of de blauw-rode? Laat het even weten. Sorry, dat was mijn WhatsApp. Ik heb echt mensen... Wit. Lelijkste skin is heel moeilijk kiezen, dus dat... Dat was hem. Gave skin hoor. Weer Alio. Die maakt goede skins. Eet smakelijk, Nina. Hallo Pyro Freak. Yo, ben er weer bij je post. Sorry, ik was graag lekker met je kijkers. Dankjewel, man. Oké, ik gooi hem weer open over 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boom. Deze is zo lelijk. Deze is echt heel lelijk. Eigenlijk totdat ik gewoon ga eten, Nick. Dus het is vandaag niet zo heel lang. Hallo familie Hoyting. Welkom bij de stream. Hallo Asjetocht, tof dat jij er ook bij bent. Tof. En we zitten nu alweer vol. Oké. Ik gooi weer op dicht dan. Ik ga dan nog eventjes... Hallo Bas, welkom bij de stream. Oh nee, Jacuz. Trust me, het coronavirus, als iedereen zegt, is niet zo heftig voor jonge mensen. Het is dodelijk, dat klopt. Maar dat komt omdat het virus gewoon net zoals de griep gewoon... Het is gewoon een... Ja, een virus die gewoon... Waar je lichaam gewoon hard tegen moet vechten. In ieder geval, het virus... Als je gewoon een goed immuunsysteem hebt, zou je het gewoon kunnen overleven, hoor. Hey, succes met voetballen, Sjoerd. Hallo, Aitekin. Totdat je erbij bent. Als je klaar bent, ready up. En onthoud die 100 is dit. Oh, eet smakelijk van Bino, heet ik. Warriors. Ja, ik ook weer, JD. Lekker vrij. Was nog wel wat een schoolwerk doen, maar... Ah joh. Dat maakt niet uit. Nee, maar er is, ik zag laatst, in ieder geval dat zag ik langskomen in een video van YouTube, was een informatief kanaal. Ik weet niet meer welke was, volgens mij was dat ASAP Science, als het goed is. Die hadden statistieken van hoe oud de mensen waren die dood zijn gegaan. Er waren echt heel veel oude mensen en de jongste die was 30. Dus dat, ja. Maar als je al ziek bent, of je bent gewoon, of je hebt een zwak immuunsysteem, dan is de kans dat je doodgaat, die is er wel. Maar als je gewoon jong bent en je hebt een goed immuunsysteem, dus je bent gewoon gezond, dan
is er niet zoveel, niet heel veel mis. Ik ben 15, Stef. Ja, ik ben morgen ook lekker vrij, ja ja. Wel lekker wel nog aan wat schoolwerk doen, yes, maar het is altijd beter dan dan om 8 uur op school of om 8:30 op school zitten tot 4 uur. Nou, een beetje aangepast place, ja ja. Beetje aangepast, maar verder, het ziet exact hetzelfde uit. Vooral dit is exact hetzelfde, maar we hebben deze gewoon aangepast. Dus, wat eigenlijk? Wat Rick zei, je kan ook gewoon een custom doen. Niet helemaal. Dan hebben we veel meer mensen, dus het is moeilijker vergelijken als ze allemaal in een rijtje staan. Want dan, van, oh ja, die is wel leuk, die links. En dan re-reis en denk ik van, oh, die was eigenlijk veel leuker dan die. En dan moet ik weer mensen afschieten of dan wil ik juist mensen terug hebben. En dat kan niet. Raps wordt heel moeilijk. Want ja, hoe wil je een rap? Ja, oké, ik kan met een boot. En hoe wil je gliders gaan doen? Dat is ook nog even een dingetje. Dus dat zijn wat dingen wat moeilijk is. En iemand kan gewoon een gun oppakken en iedereen doodschieten. Dus dat is ook nog wat minder. Hallo Mesa, welkom bij de stream. Hoe gaat hij ermee vandaag? Ja, je kan me een friend invite sturen en dan zal ik jullie gewoon accepteren. Ik moet op stel van 5 bladzijden opschrijven. Ach joh. Goed, mooi zo. Maar ga je vrijdag ook dit doen? Ik weet het niet of ik morgen dit ga doen. Ik kijk nog even, oké? Ja, met mij gaat hij eigenlijk best wel prima. Dankjewel, Mesa. Oh, als jullie er trouwens allemaal in zitten, dan kunnen we gaan beginnen. Ik weet niet waar jullie allemaal zijn. Oh ja, en als jullie sprays willen gebruiken, hier mogen jullie alles onder sprayen. Gewoon hier. Gewoon zo lekker een spraytje zo op de muur knallen. Of op waar dan ook. Zo, laat ik hier beginnen met een kasteel. Hoppa. Hier mogen jullie alles onder. Waarom komen er geen sprays? Nou, daar gaan we. Ik ben gewoon melk en snoepen en een dringen weten. Oh. Draw. Ja, we moeten hem eventjes opnieuw doen. Ik spande door de map. Sorry, ik zou het fijn vinden als je me zou kunnen inviten. Je kan uitroepteken, heb ik in de chat type en dan krijg je gewoon dus al de bot jou mijn code of jou mijn naam geven. En één iemand lief al de party. Ja, er zijn nog niet heel veel mappen. Er zijn nog een paar die nog gingen maken. Stop met draaien. Oké. Oeh, dat kasteeltje is gaaf. Oké, nice. Oké. Die is op zich wel nice. Oh, die is ook dope. Oké. Ja, kijk. Hier hou ik van. Dit is een goede skin. Oké. Ja, sorry, maar die kat die zie ik echt 50 keer. Spijt me, Dave. Deze is ook gaaf hoor. Die is gaaf. Oké, als ik dan een paar mensen eruit moet halen, dan zou ik zeggen die eruit halen. Die eruit halen. Het spijt me. Dan toch die. Dan toch die. En dan zijn we klaar met de eerste ronde. We gaan door naar de volgende. Iemand die jullie space wilt en niet meer wil verslaan of mij wil battelen, mag ook. Oké, prima. We kennen het. De standaard zwarte rap, die wordt eruit geknald. Die zien we iedere keer. Dit keer ook. Oeh, die is nice hoor. Dit wil ik eventjes. Oh. Dit is very nice. Epic. Oké, gewoon prima. Hetzelfde voor die. Oké. Ik denk dat die het al weet. Het past niet helemaal. En dan ga ik hem toch
eruit halen voor de... Oké, ik vind deze gewoon allemaal wel even wat... Ja, beter dan... Oh, er zit daar nog iemand. Wacht even. Jij moet even daarheen. Makker. Erin. Sorry, Colin. Hallo, MX Keil. Mag weer natuurlijk. Stuur me een invite op Epic en dan zal ik je gewoon accepteren. Ik kan niet, sorry. Hoezo kan je niet invullen? Hallo, Skulldead. Welkom bij de stream. Spring in. Oké, in het hele trein. Dat is 400 stuk. Het spijt me. Als ik toch tussen moet kiezen tussen deze twee. Ik heb ook een redelijke... Ik vind deze gewoon toch super gaaf. I like this one. I like this one. Hallo, hallo Kevin. Wat is je Epic? Uitopteken Epic. Het is gewoon mijn YouTube naam eigenlijk. Tel me niet weer dat dit... Oké, Mathieu het ronde deze keer. Batterij is leeg. Ja, maar je kan ook later sturen. Ik accepteer hem sowieso wel, dus het komt goed. Wat is dit nou? Is dit weer iets nieuws of zo? Ik zit eventjes mijn Discord dingen te bekijken, maar oké. Hallo Thomas, ook bij de stream. Zo'n klein stoeltje. Ik zal nog heel even wachten met de laatste die nog willen sturen. En dan gooi ik hem weer open. Zodat iedereen deze ronde ook nog gewoon mee kan doen. Ja, nu ik het toch kan doen. Support ik weer gewoon de Emerald Cookie Gamer. Dat is mijn ding, helemaal top. Met een mottelijke marker, Epic Games. Hallo Skully, welkom bij de stream. Sorry, zo laat ging naar mijn... Geen probleem Thomas, ik ben pas maar een drie kwartier bezig, man. Wees gewoon de stream bij als ik skin battle mappen van kijkers ga doen. Komt goed, doen we nog wel een keer. Ik gooi hem openbaar als ik toch geen invite binnenkrijg. Dus join maar als jullie mee willen doen. Dan moet je een Noob TeamViewer, dan moet je een zaakaccount aanmaken. Dat kan via Google of via YouTube. Kan je een extra, kan je een merkaccount maken. En daar kan je zonder achternaam iets doen. Dus dan moet je even een nieuw account aanmaken. Je kan even op YouTube opzoeken hoe maak ik een merkaccount op YouTube aan. Dan krijg je gewoon video's, moet gewoon lukken. Dus komt goed. Nee, sorry Mathieu. Vandaag even niet, want anders gaat het echt te wild worden. Zo, is dat nou de Spider King? Of de... Yo, Spider... Die is dope, ouwe. Yo. Oké, dude. Gooi even... Ah, ben moe. Dead. Gaan we ook eens ID-map doen? Wat is ID-map? Oké, er zitten hier echt wel een paar hele gave skins tussen nu. Als je klaar bent, mag je ready gaan. Onthoud ook dat de rap en de glider belangrijk zijn. Sorry, Aitekin, ik invite niemand. Want anders moet ik iedereen dadelijk gaan inviten. Accepteer. Als het goed is, heb ik je al geaccepteerd, Kevin. Dan zou je volgende ronde mee kunnen doen. Grote figuren map. Oh, fight map. Nee, sorry. Nog niet. Nou ja, voorlopig even niet. Want ik vind het wel prima om customs en skimmets te doen. Ik ga even flesjes vullen en gelijk volle lobby. Ja, je moet er wel blij blijven. Zeker richting het einde. Is het handig om erbij te blijven. Nee, geen thema deze ronde. Hallo Mick, welkom bij de stream. Hoe gaat hij ermee, Mick? Goeie dag gehad vandaag. Mm-hmm.
Hoezo heb ik een paswoord nodig en een e-mailadres? Hallo Ultra Gaming, straks accepteer mij. Ja, als je mij een invite stuurt, dan zal ik je zo meteen even accepteren. Is goed, man. Gaan we weer een thema? Kijk, dus altijd goed, hè? Altijd goed, Thomas. Hallo, not Joppie. Wacht, wat? Dit extended version of zo? Oké. Later, Placebo. Gezellig even bij was. Succes met wat je moet doen. Of plezier met wat je moet doen. Of wat dan ook. Je moet eten. Eet smakelijk. Ik zie het zo weer. Hallo, I don't know. Welkom bij de stream. Wat is er, not Joppie? Mag ik mee? Natuurlijk, Mick. Als je me een invite stuurt, dan accepteer ik je. Ik heb nu Ultra Yaro. Volgens mij is dat Ultra Gaming. Dus dan heb ik jou geaccepteerd. Dan kan je volgende ronde meedoen. Onthoud wel, het gaat heel snel vol. Hallo, 4TH0 meter. Welkom bij de stream. We blijven het leuk vinden, sorry. Nee, hoi Tom. Totdat je erbij bent. Hallo, I don't know. Hallo, I don't know. Ik hoorde van Coddervention dat baby Yoda de mol is. Ik zou niet eens weten wie de mol is. Ik weet het legit niet. Dankjewel Sam voor het abonneren. Ik zag het echt. Dikke shout aan jou allemaal voor het abonneren. Ik zag het en kwam het in beeld. Ik skip het op een of andere manier volledig. Heel erg bedankt Sam. Ja, is goed, Nojoepie. Als je me als vriend hebt, dan is het helemaal prima dat je meedoet, hoor. Dat vind ik helemaal goed, ja? Oh mijn god, mensen lopen even te hakken. Hoe dan? Oh mijn god. Ongelooflijk, dit. Hoe dan? We gaan wel starten. Hallo Ivan, welkom bij de stream. Oh. Victorie. Ja, wacht even, guys. Ik was wat vergeten. Oh nee. Is goed zo, Thomas. Tot zo. Kom maar, eigen Meebo niet aan. It's too much. Ik ga dadelijk even een andere gunst hier ook inladen. Want deze gunst die zijn niet fantastisch. En ik ga even de settings aanpassen. We beginnen hier. Oké, weer een Frozen ding. Die zien we heel veel. Niet de film Frozen. Oké, die is wel heel gaaf. Eerlijk is eerlijk, ik vind die heel dope. Die is ook nice. Ja, oké, die zien we ook heel vaak. Laat ik het zo zeggen, die Ice Skins. Die Frozen Fish Stick of zo en die andere. Zie ik heel veel. Deze is dope. I like this one. Nice, nice, nice. Hallo Wesley Boy. Tuurlijk, als je me een invite stuurt, dan... als jullie me nog niet als vriend hebben, stuur me een friend invite. En uiteindelijk gaat mijn party dat ik open. En dan kan je gewoon joinen. Mijn naam is verkeerd. Oké, ja, die hebben we net ook al gezien. Dit is de Spider Knight, toch? Die is heel gaaf. Oké. Nice. Like dit. Oké, ik ga dat dan niet zo wild springen, Mathieu.
Dit is zo zonde als ik iemand mis ga. Mis. Want dan weet hij al van oké, ik ga eraan. Sorry, ik moest er een paar uitgooien. Hallo Sam, tof dat je erbij bent. Natuurlijk kan je meedoen, man. Skin battles, ja ja. Het is de exclusief Spider Knight. Nee, ik kende deze skin niet eens. Oké, die is wel nice. Ja, 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 nice, nice, nice. Ik wil oprecht even weten waarvan die is. Als iemand dat weet. Hey, dankjewel. Marijntje 485 Fortnite. Dankjewel voor het abonneren. Oké. Die Spider Knight. Aan de andere kant, weet je, lichtgroen met roze. Ik hou hem er even in. Ik vind die skin ongelooflijk gaaf. En ik heb nog nooit deze Hardshirt Valentijn. Nice. Geef ze extra puntjes. Moet eventjes doorkijken. Oké. Ik laat jou nog even. Ik wil eerst even de rest kijken. Sorry, maar. Oh, daar raak ik. Oh, het is zo jammer dat ik iemand misschiet. Sorry, die hebben we al gezien, Colin. Sorry, Aaron. Ik wil de rest even hun glider zien. Ja, die rap is heel lelijk. Maar ik wil weten welke glider hij heeft. Want hij heeft misschien een super zieke glider. En de rest misschien dadelijk niet. En dan. De skin is by far de beste. Dat kan je niet ontkennen. Want die skin heb ik nog nooit gezien. Die kende ik niet eens. Maar die voetballer, die is ook erg goed. Die heeft gewoon een hele goede pickaxe. En die heeft me verbaasd met zijn rap. Dus oh ja, en die heeft gewoon een gave set. Die Dino. Dus ik wil nu even kijken. Oké. Ik denk dus irritant, hè. Dit wil dus. Dankjewel, Robby, dat je even naar me toe kon lopen. Oké. Sorry, Dave. Je bent ver gekomen, yes. Oh, vind ik het leuk? Vind ik het heel leuk? Het is voor mij hem net niet, man. Testkonijn. Wel een gave skin. Wil weten hoe je die hebt gekregen, man. Oké, we hebben dus deze twee over. En als ik moet kiezen tussen deze twee, dan ga ik toch... Jullie mogen kiezen. Laten jullie de... Xbox? Is het Xbox fietsen? Oké. Jullie mogen bepalen de dino of de voetballer. De American rugby, American football rugby. Ik weet niet wat het verschil ertussen is. American football. Ik wil even weten. Dat is toch met die pakken? Dat is dit, toch? Ja, dat is met die pakken. Dus dit is American football. Oké. Dus willen jullie de dino of de voetballer die moet gaan winnen? Ik hem even dicht. Trouwens, Willem, Ghost Thriller en Xavi. Ik heb jullie geaccepteerd. Ho, nee, ja. Voetballer. Ik hoor één van Rex. Rex. Twee Rex, één voetballer. De Dino. De Rex, ja, oké. Ik denk dat het redelijk duidelijk is. Al vond ik hem ook heel gaaf. Degene die voetballer had, nice man. Ik denk dat het net op de glider aankwam, die net niet lekker is. Deze ziet er gewoon dope uit. En zo'n Morphin, hey. Nice man. Ja, oké, we weten het, guys. Het is de Rex. Lekker hoor. Jij, de chat vol. Oké, ik gooi mijn party weer openbaar over, laat ik zeggen, 15 seconden. Ik tel af en dan... gooi ik hem openbaar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Openbaar. Join als je mee wil doen, kan ik zo meedoen. Ja, die kan nu zelfs meedoen, Freek. Hoe heet jij in game? Ik heet in game net zo hetzelfde als ik heet op YouTube en mijn Cookie Gamer. Ook Dansje erbij. Ja, maar Dansje dat... Nou, de Dansjes kan niet vaak goed matchen, dus... Ja, ik heb even links liggen. Uitekin, ik vul dat niet in. Je kan hem ook gewoon later invullen, want als je nu toch niet mee kan doen of toch niet kan spelen, dan heeft het ook geen zin om jouw naam in te vullen. Ik speel het spel toch niet buiten streams om, dus uiteindelijk... Het heeft alleen zin om tijdens streams gewoon mee te hebben. Oké, hier zitten op zich al hele gaaf skins. Zoals ik al laatst zei, die skin vind ik heel nice. Die vind ik op zich wel leuk. Die vind ik ongelooflijk lelijk. Die is wel... Is dat een volledige? Als die volledig is, is dat super nice. Oké, een voetballer. 6'9", Lemo.
Yo, die voetballer kan interessant zijn. Die moet wel van een goede backbling en raps hebben, maar die kan heel interessant zijn. Hallo Matthijs, welkom bij de stream. Welkom terug, Nina. We hebben hierachter nog een skin. Oké, deze twee, die weet ik niet. Deze drie eigenlijk niet. Als je ready bent, ga dan ready up. Onthoud, hoe unieker een skin, des te leuker of des te verder je komt. Bijvoorbeeld net met die Spider Knight, die ik al ver omdat hij ook heel uniek was. Weer een tier 100, by the way. Ja, we weten al wat, jullie guys weten wat er met de tier 100 gaat gebeuren. Ik liet hem één keer omdat het een unieke tier 100 was. Maar ja, dit keer kom je er niet meer langs. Ik was die voetbal. Oh, Light Night Villager memes. Want alle drie zijn eigenlijk gewoon ongelooflijk. Ik word nu ook wel een beetje. Hoe nu als ik van die laatste? Dat is casual, Thomas. Of. Ja, dat is casual. Dus. Maar dan, als jij dan praat van. Als jij praat van. Hij is op B. De mensen die levend zijn horen dat niet. Dus. Ja. Je hebt casual is 10 tegen 10. Met dat je uiteindelijk spectate. Competitive is 5 tegen 5. Casual speel je tot. Speel je 1 helft tot 9 volgens mij. En competitive speel je tot 16, 5 tegen 5. Waar je ook uiteindelijk side switcht. Competitive is wat iedereen speelt. Casual is wat iedereen haat. Sorry Itekid, maar anders wil iedereen dat ik hun uiteindelijk ga inviten. En dan ben ik een jaar ermee bezig. Dus dat ga ik niet doen. Hopelijk snap je het een beetje. Ja, het klinkt heel dom. Maar anders is het net zoals invite me for the party. Dan is het zo van, oh, waarom mag hij wel invite en ik niet? Dan wordt het zo'n oneerlijk gedoe. Dus, doe ik helaas niet. Dus wat je het beste is om te oefenen, Thomas, is om deathmatch te spelen. Dan leer je gewoon heel snel kills maken. Bijvoorbeeld als iemand in je rug schiet, om snel te roteren, goed te kunnen aimen. Dat doe je vaak met dat of workshops map downloaden voor aim practice. Dat doe ik vaak. Je kan... wat kan je nog meer doen? Ja, niet heel veel. Tot snel weer, Itekin. Was gezellig dat je erbij was. Oké, ik moet even deze... More options. Kan ik deze ook eventjes gewoon... Dan moet ik alleen nog even deze hebben. Is dit een item? Yes, dit zijn item spawners. Dan moet ik even weapons in en dan moet ik eventjes... Deze. Die is wel prima. Ja, Deagle doet het niet zo meer. Six Shooter misschien. Is die ook in het goud? Nou, revolver dan maar. En... AR. Dus. AR hier. Die hier. Die. Zo. Die 8 in. En there we go. Hallo Marijntje. En wat is de code? Want ik ben er net pas. Er is geen code, Lars. We spelen gewoon. Je moet gewoon joinen. Het is steeds dezelfde. Nee, er zijn wel wat verschillende mensen. Ik laat niet dezelfde mensen winnen, zoals bedoeld. Maar die is iedere ronde in. Er zitten nu wel aparte ook tussen. Maar er zijn heel veel skins die ik gewoon zo vaak zie. Die gaan automatisch dood. Bijvoorbeeld de tier 100 zie ik iedere keer. Of iedere keer wel spul van de tier 100. Het wordt gewoon saai. Daarom schiet ik die iedere keer ook af. Want dat zien we gewoon te veel. Het moet ook uniek blijven. Is goed, Nina.
Nee, Lars, we zitten vol. En ik heb er volgens mij wel ja, ik ga nu even private zitten helemaal. Dan kan niemand meer joinen. Maar we zitten vol, dus je kan niet joinen. Dat klopt. Volgende ronde kan je gewoon weer joinen. Zorg je dan wel dat je er op tijd bent. Want het gaat vol. En dan kan je ook zeggen, waarom ga je dan niet customs? Rap scene en glider wordt heel... Rap en glider bekijken wordt heel moeilijk. Mensen kunnen gunsten pakken en iedereen doodschieten. En ik kan moeilijk mensen vergelijken als ze niet allemaal gewoon goed gaan staan zoals hier. Eet smakelijk, Sander. Eet smakelijk. Ik ga hem starten. Heel nice dit. Dit moet ik dadelijk even aanpassen. Goed, oké. Okay. Dan doen we het wel even met deze twee dingen. Moet ik dadelijk even aanpassen. Iemand heeft een scar. Ja, dat heeft hij nu niet meer, dus. Oké. Okay. Deze is dan weer wel ook prima. Deze is gaaf. Dit is een van de weinige skins waar de backbling, dus deze cape, goed past bij de skin. Ja, oké. Okay. We weten wat er daarmee gaat gebeuren. Yo, die pickaxe is gaaf. Die past er heel naar. Ik hou van deze skin, dus extra puntjes, sowieso. Oké, okay, minty. Mooi zo, Lars. Geniet er lekker van. Oké, okay, blijf even staan. Blijf staan. Stop! Stop! Kan niet. Tier 100 wordt nooit... Oké. Okay. Oh, deze gozer knows what up. Dit is zo ongelooflijk dik. Oké. Okay. Die pickaxe vind ik op zich wel grappig. Dit is eigenlijk één groot speelgoedpoppetje geworden nu. Blijf staan. Ik laat hem door, want hij vond hem prima. Later, Mikey. Eet smakelijk, man. Wat jij mee wil, Nick. Guys, gebruik alsjeblieft niet die standaard zwarte wrap. Die vind ik heel standaard. Deze rode wordt langzaam ook al een beetje een banned item. Eet smakelijk, Milan. Eet smakelijk. Oeh. Ja. Sorry, man. Wel een leuke skin, Colin. Maar de wraps van iedereen zijn eigenlijk best wel goed. Laat hem toch nog even door zijn skin door. Ik wil jullie glider zien. Hallo Thomas Phil, mag je meedoen? Ben verdrietig. Hopelijk kan deze stream een beetje opvrolijken. Je moet joinen. Ik hou iedereen wel een even grote kans dan. Nee, ik heb die gevonden, Robbie. Ik had hem doodgemaakt. Ik had hem daarachter. Ik zag hem daarachter. Ik heb hem gekilled. Deze drie heb ik allemaal echt approved door laten gaan. Sorry, man. Ga, jeetje, hallo. Mijn aim is gewoon weg, jongens. Oké, okay, heel eerlijk is eerlijk. Jullie mogen weer bepalen. Jullie mogen bepalen de rode skin of de voetballer. Rood of geel, laten we het daarop houden. Dit is de gele skin, dat is de rode skin. Jullie mogen bepalen welke skin vinden jullie leuker, de rode of de gele. Jullie mogen het bepalen. Mijn epic, uitopdek epic in de chat en dan krijg je gewoon het antwoord. Hallo Seppe, totdat je erbij bent. Maxi, hoi, ben je terug, heb net gegeten. Hoe was het eten? Hopelijk wel lekker natuurlijk. Ik zie rood veel. Geel zie ik ook af en toe wel doorheen. Voetballer, rood. Oké, okay, guys. Doe even 1 voor rood en 2 voor geel. En dan gewoon op 3, ja?
1, 2, 3. Nu. Gewoon allemaal nu. 1 of 2, 1 of 2, 1 of 2. Nu. Go, go, go. Het goed is ook dan heel veel eentjes moeten zien. Oké, eentje is voor de groot. Volgens mij was dat weer villager memes. Ik vind hem toch wel heel gaaf. Ja, alsnog. Ook leuk. Karen, nice. Ook 6-3. I have achieved comedy, boys. Achieved comedy, yes. Oké, Thomas, ik heb je geaccepteerd als het goed is. Ik heb je geaccepteerd, Thomas. Ik vind hem wel heel gaaf hoor, Villager Beams. Ik kan er niet tussen kiezen. Ik laat het aan de kijkers dan over. Skull Dead, ja lekker hoor. Oké, ik gooi hem weer op openbaar, op Friends Only natuurlijk. Niet dat iedereen van je vrienden dan kan joinen. Over, laat ik zeggen 20 seconden. Dus ik tel van 20, dan gaat hij openbaar. Onthoud dus een delay op, dus je kan al eerder dan 0 joinen. Oké, ik heb Johto nog snel even. Ik stuur geen Friendly Fights, B-boy. Oké, komt ie. Tel van 20. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan heb je mij al, OC's. Als je me niet kan adden, dan heb je me al. En ik add niemand. En als je niet nu kan adden, maar wel kan spelen, dat is gewoon raar. Want als je kan spelen, kan je ook adden. Kylo Ren, oké, dude. Ik ben benieuwd hoe je me daarmee gaat maken. Dat vind ik echt een dope skin. Oh, die Triceratops. Nice. Oké. Boy zit er ook bij. Ja, dubbele skins worden eruit geknald. Oh nee, iemand heeft hem gekocht. Of die heeft die skin al eerder gehaald. Onthoud guys, unieke skins zijn betere. Maar hoezo kan je mij niet adden dan? Dat slaat helemaal nergens op. Lars, probeer op tijd te joinen. Hallo Stijn, leuk dat je erbij bent. Ik kan niet joinen. Nee, het zit al vol, team. Je moet eerder dan 0 joinen. Kleine tip. Succes op de training, Stefan. Doe je best. Nee! De Kylo Ren! Deze hebben we al gezien. Maar ik vind Kylo Ren oprecht gaaf. Oh, no. Jij bent dark? Nice, man. Oké, nou moet ik hem weer zoeken. Oké, jongens, luister naar de muziek en dan ga ik jullie wat laten horen, oké? Luister goed naar deze muziek en ik zal wat harder zetten. Oké, luister goed. Kom dadelijk zo'n Oké, ik kom dadelijk dus zo'n Luister goed. Ja, gehoord. Oké, ik zal hem even wat zachtjes aanzetten. Dan ga ik eventjes jullie een video laten zien. Oh, die pufferfish, though. Oh, ik hou ervan. Kunnen de laatste twee mensen ready uppen? Nog heel even weer dat stukje luisteren. Pufferfish eating carrot, Shannon. Gewoon pufferfish eating carrot. That's it. Dan gewoon meme erachter. Dan krijgen we hem al.
Ja, ik kan je zeker accepteren. Deze muziek! Bum, 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 bum. Ik heb je geaccepteerd. Je staat nu in mijn vriendenlijst. Volgende ronde kan je meedoen. Waar is mijn... Oh, hier. Gewoon hier, recht voor. Dankjewel, Stijn. Super tof dat jullie het leuk vonden, eigenlijk. Want ik... Ja, laat ik het zo zeggen. Het was heel veel werk. Dankjewel, boy boy. Volgende week woensdag volgens mij... Ja, volgens mij woensdag gewoon weer. Ja, komt gewoon weer aflevering 2. Ik heb nog hele leuke ideeën gekregen van een paar mensen. Bijvoorbeeld voor... first spawn, gewoon instant. Instant. Maar iemand heeft een scar weer. Top. Hoe bedoel je, Quinten? Hoeveel uur heb je, heb je nodig voor... Ja, nee, kijk, ik wil wel af en toe wel gewoon... Bijvoorbeeld, ik had laatst een tip gekregen van... er is een koekje entertainer. Wist ik niet. Maar als die er is, ga ik die er zeker in gooien. Maar volgens mij is dat een hamburger. Want volgens mij zijn... Oh, entertainers... Planet Coaster... Ik zal dat even kijken. Volgens mij is er geen koekje. Nee, er is geen koekje. Maar ik kan dat vast wel gaan downloaden. Dus komt goed. Hallo Mikey, was het eten lekker? Ja, wie is de mol? Komt zondag, Sam. Om 4 uur. Ik heb heel veel mensen hebben er al heel veel zin in. Dat is super tof om te horen. Natuurlijk, als jullie het gaan kijken, deel dan ook even meteen met iedereen die je kent. Dan gaan we gewoon weer super leuke afleveringen van maken. Dat mensen geweest zijn niet meer mee laten doen. Ja, dat kan ik dus niet regelen. Dat kan niet. Want ik kan niet mensen opeens uit mijn vriendenlijst halen omdat ze meedoen. Niet zeggen, koekje. Een beetje een geheim blijven natuurlijk wie de mol. Oké, listen up. Oeh, interessante pickers. I like it. Oké. Okay. Nice, nice. Heel nice. 300! Sorry. Oké. Okay. Slurp, oké. Okay, nice, 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 nice. Kylo Ren. Deze weet... deze guy knows what's up. Dansje. Ja, de force. Like it. Toch deze eruit halen, het spijt me. Hey, maar dat was geen T-100. Ik was niet skin, maar dat is geen T-100. Backbling, dat is T-100. De set van T-100. Ga eruit en dan... Is dit die bananen? Ja, dat is die bananen, oké. Okay. Ik weet het dan, dat... Storm... Ook een storm. Ik weet niet helemaal van deze nu, die rap. Oké, okay, die vind ik heel gaaf, want dat is gewoon echt een hele unieke set. Die vind ik ook leuk. Die heb ik wat vaker gezien, het spijt me. Ik moet nog echt wel een paar mensen eruit gaan halen.
Ik weet het niet, Robby, het spijt me, maar... Kun je Jeroen invite? Hij kan niet snel joinen door een glitch. Ik weet welke glitch je bedoelt. Ik kan niemand inviten. Weet je wat het is, Marijntje? Hij heeft te veel vrienden dan in zijn lijst zitten. Dus ik zou vragen... Dan is het enige wat er rond zit, is vriendenlijsten. Maar ik kan niet voor iemand zomaar mee laten doen, oké? Wel die Star Wars glider. Dit is moeilijk. Dit is heel moeilijk. Heb jij daadwerkelijk school tot 6:30, Herwig? Oké. Bart. Oké, welke wil jullie dat er wint? Kylo, plant meneer dan nog even en de gele. Dus we hebben geel, plant en Kylo. Kylo, plant, geel. Welke wil jullie dat er wint? Jongens, kom allemaal voor hier staan. Hallo Dan! Kom even hier staan. Ja, ook goed hier. Plant, meneer. Kom hier. Welke willen jullie dat er wint? Ik zie een paar heel veel Kylo, zie ik. Ik zie ook wel geel af en toe. Plant, geel. Dit is Kylo. Dit is geel. Dit is de plant. Kylo zie ik heel veel langskomen. Plant. Kylo wint, denk ik. Ik kan er natuurlijk niet heel goed bij houden, maar Kylo wint volgens de mensen. Ik vind hem ook heel nice. Hij gaat natuurlijk de Force weer gebruiken. Oké, hij doet geen Force test, konijn. Nice. Kan iedereen meedoen? Dat kan zeker, Fire. Oh, nablijven. Ja, nee, oké. Okay. Hoe kan je meedoen? Stuur me een friend invite. Ik wacht even 10 seconden. Mijn naam op... Dit is gewoon MM Cookie Gamer. En dan accepteer ik je. En dan na een aantal seconden gooi ik mijn party op openbaar. En dan kan je joinen. Tip, ik heb een paar seconden delay. Dus join al wanneer ik op 3 ben of 4 ben met tellen. Kleine tip. Want dan ben je gewoon eerder dan de rest. Want iedereen gaat joinen op 0. Maar... Er is geen specifiek aantal uur wat je moet hebben. Je moet er gewoon iedere stream bijna de hele tijd bij zijn. En goed helpen in de chat. En waarschijnlijk ga ik binnenkort weer een beetje mods aanpassen. Dus mijn huidige mod team is goed. Maar ik heb gewoon wat meer mods nodig. Want de chats worden steeds drukker natuurlijk. Dus misschien dat ik binnenkort een extra mod erbij ga halen. Mijn mods op een moment die wisselen lekker af hoor. Dat is geen probleem. Oké, ik heb nog één invite van Yenty Boy. Ik ga hem nu aftellen van 15 naar 0... En dan gooi ik hem open. Ja, George, als je mee wilt doen, stuur me een friend invite. Ik accepteer hem en dan uiteindelijk kan je joinen. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh joh, dat kan me niet zo heel veel uitmaken, Lars. We zitten nu al vol. Holy frieten. Oké, als ik even snel kijk zo naar de skins. Die achter is op zich wel grappig. Deze is weer nice. Die is heel leuk. Die is ook leuk. Maar volgens mij is dat een tier 100 dingetje. Oké, die is wel nice. Er zitten wel wat leuke skins tussen. Geen thema. Vandaag even geen thema. Het is gewoon weer vandaag een beetje vrije skin battles. Het is vandaag zo druk. Waarom? Het is zo leuk. Je kan me nog steeds een invite sturen, Fireflex. Oh, er is iemand geliefd. Ultramarijn. Ja, iemand kan nog joinen. Jeroen is gejoined. Jeroen, pas nou op bij dat vuur. Oh, sorry. Nee, het gaat echt heel snel, guys. Start dus. Join, zoals ik al zeg, ook bij 3 of 4. Anders gaat het echt te snel vol.
Dan zelfs jullie zijn gewoon te laat met joinen. Kijk of we ook op live kijken en niet bijvoorbeeld op niet. Oh, die is ook nice. Die jellyfish skin. Er zitten ook een paar hele lelijke bij. En ik ga nog niet zeggen welke. Die gaan het dadelijk wel zien in de game. Maar holy fuck. Dat is aardig, Marijn. Dat is aardig. Maar hopelijk snap je ook dat ik gewoon niemand kan inviten. Want ja, want anders wil iedereen inviten en dan wordt het heel oneerlijk voor sommigen. Dus dan wil iedereen gewoon blij houden. En door het gewoon op deze manier te doen, ben ik niet degene die het fout is met dit Fortnite. Hallo Lars Striker, Strikker. Tof dat je erbij bent. Dan ben je zelfs te vroeg, Nina. Dan ben je zelfs te vroeg. Ik gooi hem nu op private. Dus als je klaar bent, ready up. En dan gaan we gewoon beginnen zo. Maar ik ga waarschijnlijk nog een paar potjes hoor. Dus jullie hebben nog genoeg tijd. Told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5 and okay. Hallo Freek, je bent een beest, dankjewel man. Ik ben weer terug, want ik was eten. Geen probleem, Dani. Hoe was het eten? Party ook was, ja, dan ben je echt net te vroeg. Dat is echt stom, I know. Het is een naar systeem dit allemaal. Daarom ben ik er ook niet heel erg blij mee. Ja, ik kan er niet alles aan doen, dus. Kom bij. Zijn dit legit twee andere guns? Deze is gewoon beter. LOL 2P90's, oké. Okay. Bam, bam, bam. Hallo Bido Duke, ik zit in een party. Ik ben nieuw. Hallo Roblox for real. Ik ben testkonijn, hè? Smon. Het is heel druk in de chat, dus ik kan niet alles lezen. Het spijt me. We gaan zo meteen lekker beginnen. Oké, okay. Dus. Zit iedereen erin? Ik gok van wel, want er komen nog een paar mensen aan. Er staat hier nog eentje. Ik gok het wel, dus. Start de game. Ik weet het niet. Dit is ook voor sommigen is het ook gewoon geluk hebben. Jetpack hier en die. Dat is zeker waar, Mystery. Ja, deze is nice. Ik had eerder al vandaag al die. Waarom staan die haren of die jellyfish? Ik vind dit nog steeds een hele gave skin. Eerlijk, ik vind deze oprecht gaaf. Al haat ik die skin, ik vind hem. Yo. Jij, degene wie dit is. Doe alsjeblieft die skin aan waarvan die backbling is. Die vind ik echt awesome. Dat is een van mijn meer favoriete skins. Ik heb hem alleen niet. Is dat nou van PogChamp? Dit is een hele goeie.
Dankjewel, Mysteryman, voor het abonneren. Heel erg bedankt. Shout-out aan jou. Dankjewel, Herwig. Dankjewel. Oké, I've seen the one. Oh. Dit is ook weer zo'n unieke skin. En daar hou ik gewoon van. Ja, hak mijn hoofd maar in, joh. Oké. Rus Lord. En ook deze vind... Bekbling is... Ik ben scheef, het spijt me, Monty. Ik weet het niet, man. Ik heb heel veel gave skins. Maar ik wil toch even wat strenger zijn deze ronde. En ik wil heel graag die gliders, of de rap zien van die. Ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen. Ik geef die een beetje een disadvantage hier. Oké, sneeuw. Oh, even eentje eruit, guys. Ja, maar dit is gewoon leuk! Die is wel heel nice. Ik weet niet eens van waar die rap is, maar die vind ik wel nice. Die is ook nice! En dan toch maar sorry voor Robbie. En... Oh mijn god, hoe dan? Hoe moet ik hieruit kiezen? Ik wil jullie even verder. Lekker freak. Oké, die glider. Blijf maar gewoon even springen, jullie vijf. Ja, kom op, dude. Sorry, testkonijn. Ik vind hem echt super gaaf, de skin. Maar past er voor mij en net hetzelfde voor die. Waarom ben ik zo scheef? Het spijt me voor die. Dan hebben we deze drie nog. Ik weet welke glider jij hebt. Moet je toch helaas eruit halen. Oké, jullie mogen kiezen tussen deze twee. Willen jullie de ster? Laten we even die ster noemen. En die kwal. Kwal of ster? Welke vinden jullie leuk? Hallo, Dutch Carp Gaming. Welkom bij de stream. Is dat de Dutch Carp? Ja, ik zal je even accepteren. Ik heb geen invite binnen, Erdem. Dan heb je een fout gestuurd. Mijn epic, uitopdek epic in de chat en dan krijg je mijn epic. Jullie willen de ster? Blijf maar doorspringen. De kwal. Ja, rood, roos. Roos. De ster. Wat is roos? Rood. Ik heb geen invite binnen, Erdem. Je hebt een fout waarschijnlijk. Ik zie veel ster. Wat is half? Gewoon ster of kwal, oké? Kwal of ster? Ster of kwal? Ik zie heel veel ster, dus ik denk dat die het al weet. Oh, cookie. Ja, Nina, ik heb niks aan rood. Oh, gaan we zo doen? Oké, ik heb nu hem wel binnen, Erdem. J. Beek heb ik binnen en Job Power. Ik heb jullie allemaal binnen. Eén keer is genoeg, Erdem. Ik heb je al geaccepteerd. Oké, guys. Luister. Ik gooi hem open over 20 seconden. Er is delay. Dus ik heb het al gezegd voor degenen die er al lang bij zijn. Jullie weten wat jullie moeten doen. Ik tel af van 13 seconden. 13. 12. 11, wat komt er naar 11? En dat is een 10. Dan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open. Join. Totdat ik ga eten, Lars. Want daarna heb ik eigenlijk gewoon niet zo heel veel tijd meer. En om nou nog even dan te gaan eten, dan even 1 of 2 potjes.
is het niet helemaal voor mij. Holy frieten, dit zijn veel mensen. Nina zit erin, eindelijk. Onthoud jongens, hoe unieker de skin, des te verder je eigenlijk gaat komen. Ik zal het even laten zien in mijn eigen locker. In mijn locker heb ik heel veel leuke skins. Bijvoorbeeld deze is redelijk, zie je redelijk weinig in de game. Maar bijvoorbeeld een, laat ik eventjes naar alle outfits gaan. Bijvoorbeeld deze zie je heel veel. Dus ik heb eigenlijk unieke skins zoals deze zie je niet veel. Die zie je redelijk wat, maar alsnog. Deze zie je niet veel. Deze zie je aardig wat, maar vind ik gewoon heel leuk. Maar bijvoorbeeld deze skin. De Raptor zie je niet veel. De Black Knight zie je niet veel. Deze zie je eigenlijk niet veel. Die heb ik al een paar keer gezien, maar dat is omdat het... Ja, iedereen heeft die eigenlijk wel. Er zijn ook heel veel andere unieke. Deze is redelijk uniek. Deze is heel uniek. Dat zijn gewoon skins die niet veel gezien worden in game. Dus als jij een skin hebt die niet veel gezien wordt in game, maar waar je een leuke skin mee kan bouwen, gebruik die gewoon. Maar er zijn een paar skins die ik echt niet leuk vind. Dat zijn de tier 100, dus de hele tier 100 set. Ook de glider, ook de rap. Gewoon, en de backbling. Dus deze vind ik shit. Deze vind ik shit. Deze vind ik shit. En deze vind ik shit. Gebruik die niet. Fishstick wordt heel veel gebruikt, dat is een tip. En zwart-wit moet je echt wat goeds mee maken, anders kom je niet veel ver. Niet heel ver. Ilias, ja, met mij alles lekker, man. Met jou? Met jou? Hè? Ja, Nani? Oh. Twee mensen moeten ready. Nog eentje. Karen, als je ready kan zijn. Gaan. Kan. Doen. Like a duck will duck to eliminate Stan. And he said to the man, run in the stand. Hey, pam pam pam. Is dat die Stijn? Nee. Copyright. Sorry, maar ik vind het wel een leuk nummertje. Ik heb veel geluisterd. Ik vind ook weer duo's. Later. Vandaag heb ik niet heel veel tijd en doe ik wat meer een open ding. Oh, dat is denk ik echt legit mijn favoriete meme, Dutch Carp. Uh-oh, stinky. Poep. Ah, funny. We doen een skin battle, Erdem. Staat ook in de titel. Ik kan... Zo, dat was echt een verre lap te knippen. Holy. Oep. Lars, probeer... Ja, het is heel druk. Het is vandaag gewoon druk, dus... Ik snap, waar ik hem weer online? Zondag, 4 uur. Ik ga er waarschijnlijk vanavond deels aan editen. En ik heb morgen nog veel tijd. Dus hij komt echt online. Dat komt helemaal goed. Deze. Ja, Nina, je mag... Oh, je mag timeouts geven aan mensen die daadwerkelijk heel veel spammen. Hoezo, Job? Oké, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waar is die laatste? Kom op, we wachten al 2 minuten in de lobby.
Er mag wel wat tempo komen. Maar zeg ook wel bij waarom je zijn timer dan, hè? Schiet wel alsjeblieft op, joh, want dit duurt me echt te lang. Dit duurt me echt veel te lang. Join your island. Nou, we gaan eindelijk beginnen. Hallo Wieland, welkom terug. Hoe gaat hij ermee? Hopelijk zak je niet weer door de map. Ja, ik heb hem geaccepteerd als het goed is, Notjoppie. Bro, Lars, ik heb zoveel mensen gezien de afgelopen streams. Ik onthoud zelfs sommige mensen die nog heel veel komen niet eens. Oeh, die is gaaf. Stop met springen! Die is wel leuk. I'm Batman. Batman. Oké. Hij heeft zichzelf op zijn rug. Oké, dan gaan we beginnen hier. Spijt me, Nickemans. Spijt me. De rest mag door. Ga maar even in een autootje zitten. Sorry, koekje. Ja, die is leuk gevonden. I like that one. Spijt me, Mazing. Ik vind de kleur... Ik snap dat het eten is. Maar het is niet hem helemaal voor mij, man. Er zijn anderen die net iets betere raps hebben. Ik laat hem even door. Hallo Jalen. Geen probleem. In ieder geval heel nice dat je er weer bij bent. Oeh, die is goed hoor. Het spijt me, Baby Yoda. Wel een prima skin, maar ik vond hem net eventjes de glider niet helemaal. Het spijt me, Dani Games. Oké, ik... Ja, ik ga toch denken voor die. Ik vind die net iets beter dan de rest. Tuurlijk, Quinten. Stuur me gewoon een friend invite als je het niet hebt gedaan. En dan kan je lekker meedoen. Dutch Scar, lekker man. Veel skin wel gaaf. Gooi hem open over 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Openbaar. Jullie mogen lekker meedoen.
In ieder geval, ik wil jullie allemaal tot nu toe al echt heel erg bedanken voor alle insane support op deze stream. Als jullie nog niet trouwens de video hebben gezien van gisteren, kijk die ook even dadelijk. Dan zou je horen. Oh, Baby Yoda. Die is nice. Daar kan je heel veel mee doen. Oké, okay, Love Ranger, dope, dope. Die, oh, deze skin die, waar ik nu met mijn muis op sta, die is ook heel nice. Hey, dankjewel. Amen. Win er heel veel skin battle met die combo. Ja, snap ik, omdat het gewoon ten eerste unieke skin is. Ten tweede is de oprecht sneaky wel heel erg gaaf. Heel veel mensen zeiden toen die uitkwam van lelijk, maar ik vind hem stiekem wel heel gaaf. En hij is gewoon, je kan er veel mee. Dat is daarom werkt hij lekker. Kijk, heb je bijvoorbeeld, ik zal bijvoorbeeld uitleggen hoe je nou goede skins maakt naar mijn mening. Heb je bijvoorbeeld deze skin, hier heb je heel weinig customization mee. Banaan ook. Maar pak je bijvoorbeeld een skin zoals, laat ik even zeggen, dit. Of pak je een skin zoals dit. Dat zijn unieke skins waarmee je, nou, rood, geel of oranje, wit. Rood, geel, nou, daar kan je echt wel wat mee. Ik moet even zoeken naar de skins, staan nu een beetje naar boven. Hier, rood kan je doen, die wordt heel veel gebruikt, maar op zich die. Deze kan, die werkt, deze werkt. Nou, en voor oranje, wit, nou, daar kan je heel veel andere leuke dingen weer mee maken. Ga ik even naar beneden. Nou, ten eerste, alle witte dingen die kunnen. Gewoon bijvoorbeeld deze met het zwart kan. Je kan zelfs een gouden bal erop plakken. Want wit kan met heel veel. Je kan deze erop plakken. Je kan dit muntje erop plakken. Dat kan. Dat is geen probleem. Maar bijvoorbeeld skins zoals dit. Hoe ga jij deze skins vinden? Want het groen, dit is al een lelijke skin op zichzelf. Bijvoorbeeld deze skin, ik zag net, het was een combo tijdje geleden, die was heel netjes. Maar bijvoorbeeld deze, het zwart-wit, ja, er zijn niet zo heel veel zwart-witte dingen die daadwerkelijk eruit springen. En daarom is het makkelijk als jij een kleur kiest waar je wat mee kan, maar die uniek is. Dat is de key. Hoe bedoel je, Jaylin? Die game, pew, was heel leuk. Oh. Bobo zit erbij! Bobo! Ja, Bobo gaat met zijn rode skin het proberen. Die zegt, Temerood. Er zitten goede skins dus, hoor. Kijk, zodra ze... Iedere skin heeft wel op eigen basis echt wel wat te bieden. Maar je ziet heel veel fishstick. Je ziet heel veel van deze skin. En ook deze. Dat zijn dingen waar je niet veel mee kan. En die over het algemeen ook gewoon redelijk lelijk zijn. Dus als je dan een niet echt unieke skin hebt. Een lelijke skin en een slechte combo hebt. Ja, dan ben je al snel af. Lekker Lars. Ja, nou, ik kan niet joinen. Dus ga ik. Joe. Later Thomas. Was het dat je erbij was. Guys, ik ga toch deze stream even één keer vragen. Heb je nog niet geliked? Doe dat dan zeker weten. Kunnen we die 60 likes halen? Bobo, are you ready? Ja, dank je. Dit gaat een hele interessante worden, want er zitten hier hele toffe skins tussen. Ik ben benieuwd. Accept mijn epic... doe ik zo even in de game. Eén moment. Komt goed, Quinten. I'm on the road. Dankjewel, Lars. Heel erg bedankt. Kijk, je weet het, hè, Robbie. En guys, zoals vandaag ik al eerder zei, ik heb vandaag niet een hele lange stream. Rijk bij Yusu. Yusu gaat je pakken. Nee, maar ik heb vandaag niet een hele lange stream. Ik weet dat jullie dit ongelooflijk tof vinden. Dus misschien dat ik dit morgen wel ga doen. Weer ga doen. Maar morgen heb ik wat meer tijd. En ja, dus dat komt helemaal goed. Maar wees niet getreurd als je vandaag niet mee kan doen. Dus. Ik weet niet hoe lang ik nog doorga.
Weet ik niet, Bonne. Oh, jawel, weet ik wel. Hij heeft zijn eigen plekje nu. Maar zijn internet is heel kak, dus... Ja, dus hij kan niet eens streamen. Ik heb hem gecontacteerd. Hij gaat het proberen te fixen, maar zijn internet is gewoon heel slecht. Volgens mij was dat echt iets van maar 7 MB per seconde download speed en minder dan 1 MB per seconde upload. Dus ja, dat is gewoon heel slecht internet om mee te kunnen streamen. Dat moet je even uit op teken Epic doen, Erden. Dan krijg je ook mijn creator code. Mijn creator code is namelijk hetzelfde als mijn Epic. Dat is ook mijn creator code. Hey Robin, welkom bij de stream. Wat vind jij eigenlijk van de... Sorry, voor de mensen die niet snappen wat ik nu ga zeggen. Ik heb het even tegen Robin. Wat vind jij van de changes op Mirage? Dat bankje dat je zelf kan boosten in Window en dat dingetje weg daar. Er zijn ook trouwens kleine dingen aangepast op Dust, als het goed is. Ja, Dust. Hey Giovanni, welkom bij de stream. Dus twee heeft ook aanpassingen. B is open, dak. Dus je kan nu smokes en shit gooien. Nee, Foxy zit niet in de clan en dat wilde hij volgens mij ook niet, dus... Maar je moet het aan hem vragen, niet mij. Ik ben in de lucht. Yeah, boy. Als we kunnen gewoon beginnen. Dat bankje handen, ja, koekje, dat vind ik ook. Ik vond hem dus super chill, want... Als je dus een 1v... Laat ik zeggen, 1v... Okay, dude. Een 1v2 situation, dan kan je gewoon jezelf boosten in window. In plaats van dat je dus die moeilijke jump vanuit... Vanaf short moet doen. Ja, mijn Steam is ook down. Het is volgens mij gewoon... Het is down. Heel jammer dit. Beetje jammer. Je kan wel je games nog spelen. Yes. Als het goed is ben je dit dan Lars. Dus dan heb ik jou geaccepteerd. Lars, dan heb je waarschijnlijk een ander team gejoined, man. Maar ik zie je... Ja. Oké, prima skinnetje. Oké. Ga staan. Dit is de grijze versie. Oké. Ja, dit is een normale set. Oeh. Nu met een beetje dat donkere licht. I like it. Yo. Dope. Dankjewel, Erden. Goed dat je het zegt, trouwens. Volg me even op Instagram. Ook MMCookieGamer. Gewoon doen. Ik ga er binnenkort weer wat leuke fotootjes en edits op knallen. Die ik ga maken met gewoon wat Photoshop. Vind ik leuk. Sorry, maar dat was een tier 100 skinnetje. Dus dat vind ik niks. Oké, ik ga een paar mensen eruit halen. Die ga ik eruit halen. En die... I don't know. Ik voelde hem niet echt bij die. Renegade. Dat is ook zo'n... Ik hoor die meid op de klas van zeggen... Kan je al Renegade op TikTok? Oh, bro, wat is dat? Kan iemand mij dat vertellen? Ze hebben het continu over een of andere Renegade. En ik zit iedere keer aan die Fortnite skin te denken omdat ik dat te veel heb gehoord. Oké. Oeh, back links wel even een dingetje. Pickaxe wel wat, hè? Ook de pickaxe, ook de glider, ook de wrap, ook de backbling. Gewoon eruit. Lekker teentje. I like this a lot, dude. Sorry. Ja, je weet dus wel wat ik bedoel, hè, anders. Oeh. Ah, sorry, Bobo. Oh, deze skin was zo dope. Sorry, Robbie.
Als ik tussen deze twee moet kiezen, dan... Dankjewel, Sander, voor het liken. Als ik deze twee moet kiezen, dan ga ik voor die. Het spijt me. Maar ik vind deze tot en met het einde gewoon super gaaf. Nou, het was de glider die het net niet voor mij deed. Oké, de wow. Baby Yoda wint. GG. Maar jongens, ik heb slecht nieuws. Ik heb nu bijna 2 uur er doorheen geramd. En dat betekent, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de stream. Ik ga gewoon eten. Vanavond ga ik nog eventjes editen voor de Wie is de Mol. Morgen ben ik er gewoon weer. Als jullie dit nou te veel leuk, vinden. Oké, lekker Nederlands pik. Vaker doen. Nee. Als jullie dit leuk vonden, laat het me even weten. Abonneer op mijn kanaal om niks te missen, want morgen ga ik me gewoon weer live waarschijnlijk. Dus, als je dit niet wil missen, abonneer. Doe dat belletje aan, dan ben ik er morgen gewoon weer. Dat ruimt nog ook. Lekker. Doe je zeggen, doet me zeer. Dus lieve mensen, tot de volgende keer. En dan ga ik ook gewoon, dan ben ik een of andere Rijnkoning geworden of zo. Nee, maar ik ga er vandoor. Vergeet niet te liken. En kom er morgen gewoon weer lekker bij. Ik moet er helaas vandoor. Dus dat was super gezellig met jullie allemaal. Dankjewel, Skulldead, Dutch Card, Annas, Koekje, Lars, Villager Memes, Mikey, Bobo's, Nina, Sander, Teun, Annas, Erdem, Lars, Robin, Mystery, Ivan, Giovanni, ik zie Bonne nog langskomen hier, ik zie Quinten, ik zie Thomas, ik zie Robbie, Jacuz, Jalen, nou ik zie er heel veel, dankjewel dat jullie ook tot aan het einde bij waren, later Shannon, top dat je erbij was, ik zie jullie snel, later. Lucas ook en, dank je. Sneaking in the back, but it's what the clap on me life ain't fair. Caught me fall.